zo even lekker met zijn hand in zijn broek en met zijn laptop op zijn schoot. En jij staat in de keuken. Is het leuk, schat? Ja? Gaat het goed daar? Ja? Nou, hey. Over 5 minuten staat het eten klaar. Oké. Okay. Hi. Nee. Hi, ik ben Elise. Ik ben Vita. En samen zijn wij de Blond Tigers. Yes, en in deze serie bespreken wij allerlei stellingen wat betreft liefde en seks. En niet alleen wij gaan dat doen, maar ook een paar leuke mannen. Een man houdt niet van schaamhaar. Denk dat zij niet van schaamhaar houden, nee. Nee, ik denk het ook niet. Wel misschien een streepje, maar niet zo'n bos. Nee. Zo'n pak seks. Nee, zo voor. Nee, maar welke vrouw wil dat ook nog? Ik denk zeg maar, als we alle mannen over één kam mogen scheren, dat ze liever hebben dat het gewoon mooi verzorgd is. Er kan ook wel haar zitten, maar dat het dan bijvoorbeeld ja, wel netjes en of wat een korter. Een klein driehoekje of zo, whatever. De letter E. Gewoon. Klein knotje. Godver. Nee, okay. Bij mannen? Bij mannen? Bij mannen. Geen schaamhaar? Walgelijk. Walgelijk. Schuwelijk. Ik krijg al kippenvel als ik eraan denk. Ja, echt. Rillingen gewoon lopen over mijn ja, rug. Ja, nee, gewoon een klein jongetje. Maar heel veel mannen, weet ik, die scheren daar dus alles weg. En ik vind dat zo'n afknapper. Ik vind dat ook echt een hele erg afknapper. En ze doen dat, hoe heb ik gehoord, omdat hij dan ja, groter lijkt. Ja. Zet hem maar uit je hoofd. Ja, nee. Nee. Het moet ook wel in die trant wel een beetje verzorgd zijn. Dus getrimd vind ik prima. Maar niet kaal. Een man houdt niet van schaamhaar. Nou, dat is wel weer eentje voor je. Nou, er zullen vast mannen zijn die dat helemaal top vinden, toch? Een onverzachte bos gaat er bij mij niet in. Nee. Nee? Nee. Als het een mooie creatie of kunstwerkje is, ja, daarboven of zo'n plukje vind ik wel geinig. Maar voor de rest wel kort. Ik hou zelf wel van een beetje verzorgd. Het hoeft niet kort te zijn, maar je moet wel zien dat moet er goed gemaaid zijn. Iets aan gedaan is. Wat bedoel je met een kunstwerkje? Een streepje mooi, zo. Ja, eigenlijk zeiden ze gewoon exact wat wij ook zeiden. Ja. Nadat er voor het eerst seks is geweest, moet de man het initiatief nemen om een bericht te sturen. Ja, een vrouw die stelt zich dan kwetsbaar op ja, en heeft haar lichaam geschonken. Ja, nee, maar wat een lul ben je dan als je niks laat horen de volgende dag? Ja, want dan voel je je als vrouw echt heel kut. Ja, dan voel je gebruikt. Ja, dan voel je je gebruikt. Nadat er voor het eerst seks is geweest, moet de man het initiatief nemen om een bericht te sturen. Oh my god. Nee, dat maakt toch geen reet uit. Gewoon als je zin hebt om een bericht te sturen, doen. Ja, ik vind het altijd wel leuk om een soort van als eerste een bericht te sturen. Maar ik voel niet die verplichting. Ik denk ook dat een vrouw zeker niet het idee moet hebben dat de man dat moet doen. En als zij het eerder doet, dat ze dan haar hele hard-to-get positie misschien eens kwijtraakt. Nee, een beetje kwetsbaarheid is ook mooi. Wat, omdat de vrouw ineens gehandicapt is en geen vingers meer heeft? Nee, mogen ze allebei doen. Wie er zin in heeft, lekker doen. Ja. Hopelijk is het bericht ook lekker enthousiast. Ja. Wow, man. Dude, wat een lul. Oh, nou, die zeggen totaal wat anders. Ja. Nee, ik blijf echt wel bij mijn mening hierover. Geloof je in de ware? Nee. Nee, ik ook niet. Hoeveel biljoen mensen hebben we ook weer op aarde? Ik denk dat er heel veel wares zijn. En dat het een kwestie is van timing, nou, geluk. Je haalt de woorden uit mijn mond. Ja. Maar denk jij dan ook dat als je hem ziet, dat je meteen denkt, ja, dit is hem? Nou, ik denk wel bij de eerste ontmoeting gewoon echt zo'n chemie moet hebben. En dat je dat al gelijk moet merken. Ik denk dat sommige mensen dat wel hebben. Dat ze letterlijk iemand ontmoeten denken, wow, nee, jij bent het. Maar ik denk dat er ook heel veel situaties zijn dat je misschien bijvoorbeeld beste vrienden bent al jaren. Dat hoor je ook wel eens. Ja. En dat je opeens dan toch verliefd of zo wordt. Dat er een chemie is. En dat je dan een relatie krijgt en trouwt en kinderen. Kan allebei. Of een ware liefde geloven. Kan wel. Denk ik. Ja, dan moet je mij niet aankijken. Ja. Ik denk niet dat je van tevoren weet, oh, dit is de ware liefde. Maar zeg maar, je wordt eerst verliefd, denk ik. En dan naarmate de tijd verstrijkt, kun je wel bepalen, dit is de vrouw waar ik mijn hele leven mee wil spenderen. Kijk, maar als ik naar de supermarkt ga, dan denk ik, ik heb zin in kwark. En dan sta ik daar en dan kom ik weer met iets anders thuis. En zo is het ook met relaties. Lekker, man. Okay. Het is prima om een porno te kijken als je in een relatie zit. Heel gezond. Samen. En apart. Tot een zekere mate.
Ja. Nee, het moet niet een vervanging worden van de seks. Maar ik denk dat iedereen op deze wereld kijkt porno. Ik vind het niet raar, maar ik zou het wel raar vinden als mijn vriend 4 keer in de week porno zou kijken. Terwijl wij ook gewoon elke dag seksen. Ja, oh nee, vind ik niet raar. Vrouwen zeggen dan van ja, ik vind het dan wel toch moeilijk, want in de porno, wat ook waar is, is het natuurlijk allemaal heel perfect. De perfecte poes, perfecte lichaam. Nee, ik kijk geen porno, ik kijk porno. Oké, blijkbaar is dat dus soft porno voor vrouwen. Ik wist niet dat vrouwen behoefte hebben aan andere porno. Als er wordt geacteerd in een pornofilm... daar kan ik niet tegen. Ja, dat... Maar blijkbaar is er een markt voor. Nou, bizar. Ja. Ik ga het morgen kijken. Ik vind porno kijken echt niet een ding. Ik vind hetzelfde als voetbal kijken of Sex and the City kijken. Dat is niet waar. Want stel je voor, jij woont samen en jouw man zit op de bank... Zo even lekker met zijn hand in zijn broek en met zijn laptop op zijn schoot. En jij staat in de keuken. Is het leuk, schat? Ja? Gaat het goed daar? Ja? Nou, over 5 minuten staat het eten klaar. Dat is toch niet zo? Nee, maar zo bedoel ik het niet. Maar in de zin van vaak... Kijk je ook porno of met z'n tweeën, dat je het een soort van gaat afspreken. Of je kijkt het altijd teruggetrokken alleen. Je moet wel van elkaar kunnen weten dat dat dus gebeurt in je relatie. Oké, mee eens. Ja. Nee. Ja. Ja. Dat is. Het is wel eentje voor jou, Dick. Ja? Het is prima om porno te kijken wanneer je in een relatie zit. Is dit alleen of met de dame erbij? Het staat er niet op, maar ik neem aan dat het in je eentje in de schuur is. Ja, tuurlijk. Ja? Ja, het is toch wel een uitlaatklep. Nou, als man bouw je een heleboel spanning op. Dat kan je maar op één manier kwijt. Anders word je als man misschien een beetje vervelend. Maar als vrouw zijn het toch ook? Vrouwen mogen toch ook gewoon porno kijken? Ja, natuurlijk. En samen? Wat is daar jouw mening over? Ja, tuurlijk. Lijkt me hartstikke gezellig. En zoek jij het dan uit of zij? Ja, weet ik veel. Met z'n tweeën naar de videotheek. Open relaties werken niet. Moeilijke. Ik vind het moeilijk om daarover te oordelen, omdat ik het zelf nooit heb meegemaakt. En ik zou er niet aan moeten denken om een open relatie. Ik ben daar dan echt te trots voor. Ja, het heeft echt te maken ook met ego. Absoluut. Maar wat is eigenlijk een open relatie? Is dat dan alleen seks of ook zoenen? Ook zoenen, ja. Want ik vind dat als je zoent met iemand anders, terwijl je niet in een open relatie zit, dat vreemdgaan is. Stel je voor, je hebt een open relatie, je mag alleen zoenen en niet seks hebben, dan denk ik dat het best kan werken. Oh? Echt? Nou ja, nee, want van zoenen komt seks. Ja, 1 en 1 is 2. Ik denk dat er alleen maar hommeles van komt. Denk ik ook. Ja. Hommeles. Jij bent 30 plus, dan kom je op een gegeven moment op het punt dat de open relatie wordt besproken. Stelling, open relaties werken niet. Nee, daar ben ik vrij zeker van overtuigd dat het op die manier niet werkt. In ieder geval niet voor mij. Er zijn vast mensen die ervan kunnen genieten. Ja, het ligt eraan wat je doel is, denk ik. Als jij je doel is om een hele mooie, liefdevolle, gepassioneerde relatie te hebben, dan denk ik dat een open relatie niet the way to go is. Als je friends with benefits of zo, dan ja, als jij gewoon simpel vermaak wil hebben met een vrouw, af en toe een beetje seks, leuke dingen doen, maar niet te moeilijk. Ja, open relatie is top, denk ik. Ik denk als degene een echte relatie wil en de ander niet, is het niet verstandig om aan een open relatie te beginnen. Niet doen! Nou jongens, dit waren alweer de 5 stellingen. Zo leuk. Ik vond ze weer heerlijk vandaag. En vooral eentje in het bijzonder, namelijk is het oké om in een relatie te zitten en porno te kijken? Ja. Ik bedoel, wat vinden jullie daarvan? Comment het even hieronder, want wij zijn echt heel benieuwd naar jullie mening. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren, even de video te liken. En dan zien we je volgende week weer met een nieuwe video. Yes! Mwah. Mwah.